Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen tussendoor. De zon schijnt af en toe en op de meeste plaatsen is het in de ochtend nog wel droog. Heel misschien dat er over de Wadden een bui schampt, maar dat stelt niet zo heel erg veel voor en is ook niet langdurig. In de loop van de middag ontstaan wel meer stapelwolken en kan er vooral in het binnenland een regen of onweersbui vallen. In de kuststrook blijft het dan waarschijnlijk weer meest droog, zeker in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 22 en 25, plaatselijk misschien 26 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond nog steeds kans op een enkele bui. In de nacht wordt het op steeds meer plaatsen droog. Met in de avond langzaam dalende temperaturen. Morgen beginnen we dan met wat wolkenvelden. De zon schijnt af en toe. Dat blijft eigenlijk zo met perioden met zon in de loop van de dag: 23 tot 26 graden. Prima Hollands zomerweer. Neerslag is waarschijnlijk niet aan de orde. En de wind is zwak tot matig uit het westen. Voor zaterdag staan er weer meer buien op het programma, zeker in de loop van de dag kan daar onweer bij zitten. Zondag en maandag overwegen droge dagen waarbij de temperatuur in elk geval boven de 20 graden komt en op sommige dagen zelfs boven de 25. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.